dit is hem dan. In 2014 is de auto hier neergezet en nooit meer verplaatst. De spiegels zijn vernield, de motorkap deels opengebroken en de Poolse kentekenplaten zijn verwijderd. En wie de eigenaar is? Ja, als ik dat wist, niemand weet het. Buurtbewoners hebben al van alles geprobeerd. Politie, meldingen bij de gemeente, maar zonder succes. Er is dus een milieupolitie geweest en die hebben er dus foto's van gemaakt. Ik denk dat het gewoon gemakzucht is van de gemeente. Dat, ja, die zijn zo makkelijk als pet van een kwartje hier al. Hij staat er nog steeds en er is steeds nog niets van gebeurd. Het lijkt ook niet zo ingewikkeld. In de plaatselijke verordening staat gewoon dat je een auto niet mag verwaarlozen. Maar zo makkelijk is het niet volgens de gemeente. Voor het oog een wrak wil nog niet zeggen dat juridisch ook een wrak is. Wanneer is een auto een wrak dan? Ja, dat is een ingewikkelde uitleg en het voert misschien wel iets te ver. Maar het moet in ieder geval zo zijn dat de auto echt niet meer in staat is om te rijden. En dat is in dit geval nog niet zo te constateren. Het is niet ingewikkeld. Waarom is het niet ingewikkeld? Omdat er geen kentekenplaten op zitten, dus dan mag de auto weggesleept worden. Maar dat is volgens de gemeente niet het geval. De persvoorlichter zegt dat er alles aan wordt gedaan om het probleem op te lossen. Er zijn boetes uitgedeeld en de eigenaar is opgespoord. Er is wel contact geweest. En hij zegt niet, ik kom hem ophalen? Tot op heden, zoals we hebben kunnen zien, nog niet. Hoe lang blijft hij er nog staan? Ja, als het aan ons ligt mag hij natuurlijk gisteren weg. Maar ja, op dit moment kunnen wij gewoon nog niet ingrijpen.